Hallo Black Legion en welkom bij H1Z1 met Samvo op het moment. Ajo. Samvo is terug van weg geweest. Ik heb ze naar Blackberries gegeten. Ik ben al een eindje. Eigenlijk had ik al een part opgenomen. Maar er zaten dikke audiosync problemen in. Dus dat had ik laatst ook met Evil Within en met Royce. Dat de audiosync problemen waren. Dus nu neem ik het op met Shadowplay. Een geweldig iets van Nvidia. Want Nvidia is super lief en we houden van Nvidia. Echt zo hard dat ik een tatoeage... Nee, dat nou ook weer niet. Dat zou echt ziek zijn. Ook een tatoeage op je rug van de video. Zo. Dat is mij wel een beetje te ver bezig. Maar ik had dus al wat opgenomen. Maar ja, en dus ook al wat gedaan. Zoals je ziet, want mijn inventory is al redelijk vol. Wat je daar hoort is een airdrop. We hebben ook airdrops. We hebben nul airdrops. We hebben geen airdrops. Maar sommige mensen hebben wel airdrops. Die kun je kopen. Voor punten, dat is een beetje pay to win. Dat is het enige pay to win aan de game ook zo'n beetje. Voor de rest de crates die je ziet en de crate keys. Zijn puur voor cosmetic items, dus het stelt niet zoveel voor. En de event tickets is voor Battle Royale. Dat zijn speciale tickets, zeg maar, voor speciale game modes, om het zo maar te noemen. Zoals je ziet heb ik een machete. Ik heb een pistol en een flashlight. Mijn water en eten, zeg maar, is niet als de beste moment. En voor de rest is het een beetje vol. Ik kan denk ik niet heel veel meer laten zien van Discovery ding. Het enige wat normaal zo is bij Discovery is dat als je hier items inflikkert en je doet op Discover, dan ontdek je dingen die komen volgens bij crafting te staan. Zoals nu staat er, there are 10 recipes to find, add more components to begin discovering recipes to make them. Zoals bijvoorbeeld als ik een plank add, zegt there is one possible unknown recipe, if none of your items, bla bla bla. Dan nou, als ik die erbij doe, kijk nou hebben we de scrap. Wood plank en wood stick. It looks like you can discover a recipe. Dus noemen we op discover. En dan leren wij een bow drill. Oftewel, dan kunnen we een vuurtje maken. Dat kun je doen met een lighter die ik ook heb toevallig. Maar je kunt ook een bow drill maken. Dus dat hebben we nu geleerd. Als we dan naar crafting gaan, dan zie je hier staan. Bow drill. En dan zie je hier de ingrediënten die je daadwerkelijk nodig bent. Zoals een satchel bijvoorbeeld. Satchel is een soort rugzak, zeg maar. Dus kun je meer meenemen. Kost 6 scrap of cloth. En dus als puur scrap of cloth erin flikken en discover doet, dan ontdek je dat, zeg maar. Dus dat zijn je recipes, zeg maar, en zo werken ze. Ik vind dat op zich een leuk systeem. Ik weet niet wat Sam voor ervan vindt, maar ik vind dat wel een awesome systeem. Ik vind het wel leuk bedacht, tenminste. Beter dan de Rust Blueprints vinden, op zich. Hier vind je gewoon items en je kunt van alles leren. En zoals je ziet, als ik wood planks doe, dan kun je zien dat er nog 15 fucking recipes zijn met een wooden plank. Maar dan moet je dus combineren met andere dingen. Wood stick heb ik ook al gedaan. Als het goed is dat een deur. Ah, oké. Okay. Ik had dat al gedaan voor een deur. Maar je kunt het soms meerdere keer doen. Nou kan ik het dus nog een keer doen. We hebben wood shack ontdekt. Een animal trap doe je er ook mee. Flikker nog een keer wood plank erin. Wood stick. En dan zie je dus one possible unknown recipe. Er staat in dat we nog iets moeten adden. Maar dat hebben we niet omdat het niet wit is. Dus dit systeem werkt echt fucking awesome, vind ik. En daar ben ik ook heel blij mee. Dat het zo goed werkt. Maar ik moet een beetje op mijn hydration en energy letten. Mijn HP is ook niet al te hoog. Omdat ik aan het verdorsten ben. Dat had ik de vorige keer dus al. En zoals ik zei, ik heb dus een flashlight. Die heb je standaard in de game. Die heeft Sam voor goed is ook. Ik heb dus een machete gevonden en een pistol. Pistol zonder kogels. Helaas. En hier was een blueberry field. Maar die heb ik een beetje al leeg geroofd. Dus ja, dat was niet zo slim misschien. En het is nou een beetje Dizzy-achtig Sam voor vinden. Dus dat gaat leuk worden. Er zitten wel auto's in de game. Een pick-up truck, een politieauto en een soort off-road auto. Daar hebben we een zombie. We gaan even wrecked van zoeken, doorzoeken. Hey, er zit niks in. Oh, verkeerde toets. Hallo zombie. Ik sla een beetje mis op de zombie. Hij is dood. De zombie die valt niet echt aan. De zombie is een beetje bugged. AI is over het algemeen bugged in de game. Ik heb namelijk ook al een Bambi vermoord. Maar dat heb ik dus allemaal gedaan in de video die jullie nooit zullen zien. The Lost Tapes of Black. Om het zo maar te noemen. En we zitten op een PvE server. Puur omdat... Ja, als je PvP gaat, dan is het net zoals DayZ, dat is kill on site en er gewoon één
Fucking deathmatch. Vestigers dood, jonge zombie. Dank u. Dat geluid wat je daar hoort, is een wolf. Zo'n ademachtig geluid, dat is een wolf. Een wolf is er niet lief. Dus ja, het is donker verder. Ik hoop dat jullie wat kunnen zien. Ik heb een vogel doodgeslagen met een stick. Oké, okay, goed bezig. Oeh, er zijn veel zombies hier opeens. Hallo. Omdat hij niet ging vliegen. Oh. Doen die zombies iets? Nee. Ziet de zombies zijn een beetje bugged. Dan ben ik weer bij het huis waar ik begonnen ben, zo net zo. Kijk, ik maak niet veel meters. Zit te kijken. Oh, wat staat hier? Please wait, what the? Nou, wat is ook het nut? Dat wij crates krijgen, maar niet de keys. Jawel, ik heb één key. Heb jij geen key? Waarom heb jij een key? Heb jij geen key? Ik heb geen key. Oeh, nice, ik heb een empty bottle gevonden. Wat een kringen. Ik heb wel een key. Maar ik weet niet, ik ben bang om het te openen dat ik alles kwijtraak en iets verneuk. Vandaar dat ik het nog niet open. Die wolf die loopt hier wel achteraan. Wolven zijn zo'n beetje de enige dieren die daadwerkelijk bewegen en werken in die game. Je kunt katten kapot slaan trouwens. Ik denk dat Sam voor dat nog is. Ik geslaagd door een zombie. Oh. Het duurt even en over het algemeen krijg je er fucking planken van als je kisten kapot slaat. Zoals deze zwevende plankje. Maar die kan ik niet meenemen helaas. Want ik heb er geen plek voor. Beter als ik niet weet. Dus dat is een beetje spijtig. Maar ik moet dus ergens een map vinden. Map, je hebt geen map als je op M drukt. Dit is de muis, waarom weet ik niet, maar je kunt iets doen met je muis. Maar je hebt alleen maps, zeg maar, gewoon die in de map zelf staan. Gewoon ergens een bot, een soort straatbot, zeg maar. Oh wow, die zombie loopt, soort van. Dus ik ga gewoon de weg volgen en hopelijk kom ik Sam voor tegen. Ben je in de buurt van een grote weg? Nee, een klein wegje met stroompaaltjes erboven. Want ik zit op de Route 14 West. Met wel stroompaaltjes. Heb je de stroompaaltjes aan de linkerkant of de rechterkant? Als jij loopt op de weg. Ik ga nu ook staan. Ik had ze staan aan de rechts. Ah, ja, ik heb nou links. Ik had ze eerst ook rechts van waar ik oorspronkelijk ben gespawnd, maar daar was weinig te vinden verder. Moin Tower, Wolfjur. Kijk, Bambi. In theorie kan ik Bambi gewoon killen, want Bambi werkt dus ook niet. Die AI werkt ook niet. Alleen zoals ik zei, de wolfjes bewegen tot nu toe wat ik heb gezien. Dus ja, dat is interessant. Niet dan. Maar wolfjes zijn lief, dus die mogen bewegen. Ja, ik zei dat nog in die vorige video, maar ja, dat zal nooit iemand achterkomen. Toen zei ik nog, sorry Sam, heb ik een wolf vermoord. Oh, zombies zijn niet echt actief. Een beetje moe nog. Maar ja, ik moet echt eten vinden, jongen. Ik moet ergens een blueberry field vinden, want dit is echt niet te doen. Moet je weer naar hier komen, ik heb genoeg. Ja. Ja. Maar dat is het enige kutte bij de game tot nu toe, is een beetje deze manier van zoeken, zeg maar. Voor de rest, zoals ik zei, zeg maar, er zitten 3 auto's in. Je guns zit er wel in, crafting zit er wel in, je kunt base builden. Dus qua dat zit er al meer in dan DayZ. De FPS is ook beter. Ik neem op dit moment op met 114 FPS. Ook dankzij Shadowplay natuurlijk, maar... Dan nog. Dat is wel... Dat is chill. Vind ik zelf. Dus dat is heel fijn. Dus qua dat is de game eigenlijk al wel beter dan DayZ. Vind ik. Maar ik vond DayZ sowieso niet echt een succes. Standalone dan. De mod was wel leuk, maar de standalone heb ik het dan over. Ja, ja. Dat vond ik echt crap. Die was echt slecht. Ja. Ik ga ze even zoeken. Ja, ik ben ook met een dorpje. Wreck truck. Daar zit niks in, dat is kut. Met nog steeds stroompalen aan mijn rechterkant en een weg. Ah. Dat is op zich goed, want ik heb dus links. Dus moeten we elkaar vanzelf een keer tegenkomen. Dan miste. En ik heb nog een empty bottle gevonden. Ik heb ook een empty bottle van jou, maar ik kan hem niet meenemen. Oh. Wacht, ik ga even antibiotica innemen. En immunity booster ga ik innemen, puur omdat het kan. What the fuck?
Oh, ik heb een auto Als het goed is gevonden. moet... Oh, serieus? Maar... Als het goed is moet ik nog een ding kunnen craften. Gewoon een kapotte zeker. Hij mist ook echt alles wat ik nodig heb. Oh. Ik heb geen battery en geen spark plugs. Dat is kut. Ik ga even mijn dingen openen. Ga zwaar. Bundle of gaze, ghost dingen. Unpack, dank u. Five het is niet dat je dan in één keer meer inventory space hebt ofzo. Wat? Dat blijft hetzelfde, je inventory space, als je dat ding opent. Ja, nee, dat weet ik, maar ik moet hem even hebben. Oh, echo. Oké. Okay. Nee, ik moet die hebben, want mijn HP gaat steeds omlaag. Omdat ik, Oh, wauw, mijn HP gaat nu 60, 61, 60, 61. Heet het niet meer. En lopen hier drie mensen rond. Nou, hier loopt ook iemand. Nee, gewoon een beer of zo. Oh ja, ik wil die empty bottle nog meenemen, maar dat kan ik niet. Search fridge. Zit niks in. What the fuck is dat? Is dat een beer of wat moet dat voor glas zijn? Oh, ik heb kogels. Oh, serieus? Mooi. Uit zo'n kist die ik kapot sloeg. Goed bezig. Maar ja, alle parts gaan dus ongeveer zo zijn. Eerst moeten we elkaar dus vinden. Dat is het belangrijkste doel nu. En dan gaan we base builden en proberen te overleven. Dat is tenminste ons doel, toch? Ja. Dus ja. Die van mij wel. Ja, die van mij ook. Ik wil een base bouwen. Een hele mooie goot. Is dat wat nog interessant? Deur open. Dus is ik heel agressief aan het doen. Ik vraag me af wat voor geluid hier de hele tijd is, jongen. Ik hoor een soort beer, maar er is geen beer. Er staat hier op die map, Charlie bit me heading west to Cranberry with Rue and Mitch. Oh, what the fuck. Er loopt hier nog iemand in een huisje. Er lopen hier drie mensen rond, waarvan er al twee bijna mijn gezicht hebben geslagen. Oh, dat is een vriendelijk meneer, hoe heet die gast? Wacht, kom eens terug, bitch. Ik wil zijn naam weten. En dan... Nappy heet hij. Dus als jij Nappy tegenkomt, dan zitten we in de buurt. Ja, ik heb Beetle Guys tegengekomen. Wie Beetle Guys? Beetle Guys. Oké. Okay. Hij heeft dit sowieso al gesearched. Aan de ene kant heeft het geen nut om huizen in te gaan, zo gauw als iemand is geweest. En aangezien de server population een beetje hoog is op het moment. Ja, maar niet iedereen neemt alles mee. Nee, oké. Zo, ik heb die empty bottle ook niet meegenomen. Omdat ik niet mee kon nemen. Anders had ik hem al meegenomen. Kan die garage deur open? Oh. Garage deur kan niet open. Ah, er is hier wel een auto. Ah, oh, dat kun je helemaal niet meenemen, dat is kut. Oh, ik heb een battery. Oh, die kan ik niet meenemen. Nice. Kut. Wacht, ik ga even shit droppen. Daar zou ik wel plaats voor maken eigenlijk. Fuck wooden plank, ja, sowieso. Daarom. Nog geen space. Dat is wel kut, je kunt niet zien hoe zwaar iets is. Oh ja, wel trouwens. Of niet? Nee, jawel, 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 proximity. Nee, je moet kunnen zien in proximity normaal. Je moet je muis ophouden en dan moet je bij bulk kijken. Hoe je muis erop houden. Oh, als je item op de grond ligt, in proximity. Ja, maar hij ligt niet op de grond, hij zit nog hierin. Nou, oh, het lijkt wel echt vergekte hardware. Ah ja, Steam die is ook doei doei. Nu? Huh? Oh. Ja, Steam die... Nog steeds geen space. Ah, nou zeg, battery is 100. Ah, wacht. Oké. Okay. Wacht, kan ik die hier niet naartoe gooien? Nou kan ik hem meenemen in mijn beltpouch, denk ik. Yep. Allee, het werkt wel. Je moet even doorhebben hoe het werkt. Je moet echt continu shit overgooien. Dat zo. Nou ik ben bij het einde van de map. Oh, er lopen hier allemaal zombies rond bij mij. Oh, ik heb een hamer gevonden. Ik ben nu bij een tunnel die ingestort is. Ik kan de hamer niet meenemen. Er zitten hier allemaal zombies. De zombies zijn opeens wakker geworden, heb ik vermoeden. Maar je had toch een machete of zo? Ja.
Maar dan heb je die hamer op zich niet super nodig. Nou, ja, klopt. Hallo zombie. Wat is dit voor bezemkast, jongen? Oh, what the fuck, die zombie loopt half door de muur heen. Nee, geen DG-momenten doen, please. Dat zou niet lief zijn. Nee, daar valt me. Ze lopen er niet fucking hard doorheen, niet op de DG-manier of zo minst. Dat is ook niet aardig dat jij wel een key hebt gekregen. Ja, dat klopt. Dat is ook niet aardig. Ik heb twee crates, maar geen key. Ik heb dus een battery mee, maar je moet dus heen en weer slepen en in principe wat ik nog zoek is eigenlijk een shirt, zodat ik een rugzakje kan maken. Dat lijkt me tenminste wel handig. Een knapzakding. Ja, maar ja, dat is handiger dan niks hoor. Toch? Ja. Ah ja, ik loop nou nog steeds over de weg heen. Hier ja, is hier één paal, stroompaal onderbroken, dus zijn de kabels van kapot en vervolgens gaat het verder. Ik weet dan misschien waar je bent. Kom je net van een... drie huisjes af. Klein kampje met hekjes eromheen. Ja, en dat lijkt op een paar huizen. Nee. Ja. Hoe zie jij de maan? Met twee garages trouwens bedoelde ik, niet paar huizen. Nee, volgens mij één garage. Dacht ik. Eén garage en een gebouw met allemaal rekken erin. En een groene pick-up die buiten staat. En een caravan? Nee. Nee. Maar de maan zit links. Ik sta hier bij allerlei. Wat links? Oh, bij mij rechts. Ja. Ik heb hier allerlei. Yes, ik heb een auto. Een off-roader. En de vehicle. Ik moet een. Oh, for fuck's sake. Ik moet een spark plugs hebben en een battery. Ja. Wacht. Kun je daar eens wachten? Ja, dat kan ik wel. 75 fuel heeft dat ding. Ik kan die battery er helemaal in flikkeren, maar ik moet sparkplugs hebben. En ik heb nou de vehicle wel gelokt. Volgens mij is dat wel de plek waar ik ook was, hè? Als je dat zo zegt met die garage en hek eromheen. Maar het mooie is, hij is... Oh, en hij was locked. Kut. Als ik sparkplugs hier kan vinden, jongen, dan ben ik echt zo blij. Maar ik kom eraan rennen. Ja, is goed. Dat E, dat is echt fucking laggy, moet ik zeggen. Ja. Schijt. Dat is echt kut. Maar misschien hebben een van deze katten sparkplugs. Denk ik niet. Het is volgens mij alleen maar wooden planks wat hierin zit. Maar... Ik kreeg kogels uit. Ah, serieus? Ja. 45 ACP rounds. Ah, daar heb ik ook niks aan trouwens. Maar... Wapenpistool niet. Oh, broken metal item. Fucking kist, jongen. Stop met het respawnen. Mijn naam is Shetty is kapot. Oh. Mijn Machetti is ontsloft. Nou, het ding hebben durability. Dat is kut. Muziek gaat ineens niet harder. Dat is jongen maar lekker daal blijft. Kratten die respawnen. Oh, die auto die gaat ineens rijden, jongen. Welke? Goede pick-up. Fuck. Ah, ik heb een off-roader, hè? Ah, kan je nu die dingen eruit zien? Lijkt dat niet gewoon een pick-up? Nee. Ik moet nog steeds aan mijn HP en shit denken. Oh ja, ik ook. You have no space for that. Nou heb ik food gevonden en heb ik daar geen plek voor, zeg ik. Krat, blijf ik kapot, jongen! Oké, zoals je ziet werkt de game nog niet helemaal geweldig. Vooral de E-inventory button dingen, die werken voor geen meter. Broken metal item. This item is beyond repair, but can be melted down from metal bars in a furnace. Fuck dat. Kunnen we later doen als we dingen hebben. Een ja, beestje hebben. Ik wil eerst fucking vreten hebben. Ja. Ik wil je vinden, dat is wat ik wil. Proximity item. Ik heb weer een machete, die ligt hier. Blijkbaar. Wat? Die beans liggen hier. Nou werkt proximity wel. Dan kan ik zien dat het voedsel bijvoorbeeld 100 is. For fuck's sake.
Ah, ik ga die wooden sticks even proximity teruggooien. Dus deze pick-up die heeft ook 71% fuel. Oké. En jij hebt niks verder daar, hè? Geen sparkplugs of wat dan ook. Shit, ik heb de auto gelokt. Nee, helemaal niks. Ik ben nou... Hallo, game back. Dat kraken trouwens, voor iedereen die dat kraken hoort, dat is Sam voor stoel. Ja, sorry. Ik probeer stil te zitten, maar soms moet je gewoon even bewegen. Nee, niet de fucking wooden stick er in game. Doe eens lief. Er is nog een zombie, die komt eraan. Geef mij die fucking proximity items weg! Ja, maar dat is omdat het Amerikaanse server is. Het is allemaal een beetje laggy. Ja, oké. Okay. Ik ben nou die fucking dingen aan het eten. Sliced beets. Dus ik heb voedsel nu. Nou, is alleen maar... mooi, mijn voedsel is nog 24, alleen maar hydration is een beetje laag nog. Dan ga ik al die fucking goede sticks erin gooien. Ik ben ook echt met mijn handen stenen aan het slaan en er komt een vonken vanaf. Goed bezig. Ik ben alweer sticks aan het verzamelen. Heel veel. Wat niet echt werkt. Ja, ik loop wel terug over die weg. Met die palen weer aan mijn linkerkant. Ja, is goed. Ik ga gewoon op zoek naar sparkplugs. Zo gauw ik die heb gevonden, dan roep ik wel heel blij. Ja, komt goed. Hi, dit is alleen maar hydration is laag deze keer. Hallo zombie. Er zit niks in barrels, toch? Nee. Nope. Misschien kun je daar fuel uit halen. Nee. Dat hij een jerrycan hebt ofzo. Ja, maar blijkt me niet. Helaas, helaas. Oh, fucking sparkplugs, jongen. Ik die nou had gehad, als ik blaag was. Maar ik ga naar de start toe rennen, de zombies doen toch niet wat. Nou ja, de stad, ik ga gewoon verder rennen bedoel ik. Neem de batterij, heb ik meegenomen volgens mij. Ja, oké, die heb ik nog. Dat is goed, lijkt me. En gaan we weg naar de start. Yay! Of niet dan? Koekjes zoeken. Koekjes zoeken in de stad. Ik ben bij een grote berg. Nou ja, grote berg, kleintje, maar. Een bergje. Nou, Patrick, wel deze map zit vol met bergjes. Ja, oké, maar deze staat langs de weg. De ik weg was naar rechts toe opeens. Dorpje langs de weg, alleen dat was een soort van benzinestation en restaurant en... Die Skybox is trouwens een beetje verneukt, trouwens. Die, huh? Er zit echt een rare texture line in. In die Skybox. Toch ja, klopt. Vrij weinig van. Maar ja, het is early access, hè, voor de duidelijkheid. Dat is meer, ja, de kijkers natuurlijk, jij weet het wel. Er loopt er iemand. Oké, okay, ik spring nu. Nee. Hij was blackberries aan het plukken. Oh ja, nee, dat ben ik sowieso niet. Ik moet die kringen wel hebben, maar... Maar ja, zoals ik zei, het is early access, 20 euro. En er waren echt belachelijk veel kleine kutkinderen op die Steam forums aan het janken. En ik werd er echt fucking chagrijnig van, jongen, toen ik dat las. Allemaal die kleine kutkinderen die zeiden van... I've been waiting for hours and now it's suddenly not free to play and I have to pay for it. Fuck you, Sony, you bunch of liars. Dat op die manier, jongen. En dan als ze hebben geluisterd, wisten ja, ze maar, dat het niet... Daarom, als ze ook maar één keer een fucking video hadden bekeken... Van die fucking game, dan hadden ze gezien... Dat het... En gehoord, want die lui hebben dat sowieso 8 keer per stream gemeld. En ze hebben iets van fucking 25 streams, dat is niet nog veel meer. Ja, die hebben het echt veel gezegd. Die hebben het al belachelijk vaak gezegd. Een jaar geleden was het al bekend dat deze game... free to play wordt als die uitkomt. Maar dat kan nog anderhalf jaar duren vanaf Early Access. Want dit is nog fucking pre-alpha. Dus we zijn nog niet eens in de alpha bezig. Laat staan de beta, laat staan de full game. Dus al die kleine fucking kutkinderen. Die echt, daarom haat ik ook free to play. En ga er dus ook maar vanuit. Deze game gaan we veel spelen. Want dat was nog iets wat ik vergeten was te melden. Deze game gaan we echt heel veel spelen. Tenminste, het werkt wel goed verder. Ik vind het nog wel leuk. Ja, het dus. Werkt prima. Het gewoon draait goed. Ik ben altijd trouwens bij een grote weg. Ik word gebuffed door 3 zombies.
Oké, okay. Ik neem nou de palen aan de rechterkant. Dat klinkt zo fout. Waarom bijten die krengen mij wel en jou niet? Dat weet ik niet, maar toen is echt geen zak. Misschien door mijn navy t-shirt. Maar we gaan er dus ook heel veel opnemen. En binnenkort, zeg maar, dan komt Dying Light uit, de 27e. Yves en ik gaan die co-op spelen. Maar we gaan de 29e pas de eerste part uploaden. Want Yves werkt natuurlijk gewoon, die is nou ook aan het werk. Samvo is toevallig vrij. Dus vandaar dat Samvo er nou bij is. Maar normaal is het ook wel met Yves erbij. En vanavond gaan we ook wel recorden met Yves erbij, et cetera. En misschien Lennart als die weer ontwaakt uit de dood. Oh god, we zien een zombie. Hallo zombie. Komt hij in? Waar komt die fucking plane aan bij jou? Hoor je die überhaupt? Dan moet ik heel snel naar buiten. Je hoort hem wel? Ja, ja. Aan mijn rechterkant, als ik mijn headset mag geloven. Van mij voor mij. Ja, het ligt aan hoe je gaat staan natuurlijk. Ja, nee, maar dat is ook de kant waar ik op naartoe loop. Ja, als ik de kant volg waar ik naartoe loop, is die rechts. Oké, okay. Dan zou je in theorie naar mij toe moeten lopen. Maar oh ja, wat we dus gaan doen met Dying Light is 2 video's per dag, als het lukt tenminste. Als het een beetje mee zit. En de rest is dan HNZ1, dus ja. Als je die game niet leuk vindt, deze game, ja, dan heb je eigenlijk pech gehad. Verder is er ook geen zak, GTA 5 is... Ja, dat is toch zo? Dat is simpel zat. Ja, ja. Ik doe dit sowieso voor een plezier, zeg maar. En ik speel games die ik zelf leuk vind, dus... Ja, er zal vast wel een keer wat tussen zitten wat mensen niet leuk vinden. Jij bent niet zo'n Minecraft-krengetje. Nee, anders inderdaad, als ik dat wil, dan ga ik wel in Minecraft uploaden. Kijk, en met Evil Within ook bijvoorbeeld, van Tommy weet ik, die vond Evil Within echt helemaal niks. Die heeft 2 video's gekeken of zo. Zei van, nou, ik heb geprobeerd erom, maar ik vind het niks. Dus die probeerde het tenminste nog, wat ik echt wel waardeer. Volgens heeft hij bij part 15 of zo, volgens mij. Nog een keer zomaar gekeken, gewoon de game aangeklikt. Van, is het al verbeterd? Nou ja, in het geval van Evil Within gaat het alleen maar bergafwaarts, zo'n beetje. Dus... Ja, maar die probeerde dan tenminste nog een keer. Maar ja, verder, als het niet wat is, dan is het niet wat. Trouwens, ik loop bij Blackberries. Wat zei jij? Ja, nee, ik dacht dat ik je zag. Maar je liep bij Blackberries, dus. Ja, ik loop nou bij Blackberries. Nu ben ik nou gaan het opeten. Voordat ik dood ga. Kijk, maar dat is dus heel simpel. Oh ja, mijn hè. Mijn befaamde Die had het heel veel kapal gemaakt en een echo veroorzaakt. Maar... ja, wat wil ik nog zeggen? Dat weet ik niet meer. Dank u wel, Fran, voor jou met je fucking echo. Oh ja, oh ja, als het dus niet wat is, dan heb je gewoon pech gehad. Dying Light komt de... Pak die fucking Blackberries op! Waar wil die Blackberries nu pakken, Fran, voor ik ga dood. Eet ze van een bosje af. Ja, ik heb nou echt belachelijk vaak... Dat kan niet. Nee. Dat is kut. Ik heb nou echt belachelijk vaak gezegd. Allemaal jouw soort. Wow. Ik loop verder die kant op. Ik kom bij een van de tankstations volgens mij. En de restaurant en shit. Ik ben weer laggy door Blueberries heen aan het rijden. Blackberries heen aan het lopen. Blueberries aan het rijden. Maar dan alsnog trouwens. Dying Light komt dus 2 keer per dag. En anders wordt de rest opgevuld met HNZ1. Kan ook zijn dat er een keer... Ik ben Pleasant Valley. 1 keer per dag Dying Light komt. Dat ligt er dus net aan hoeveel Yves tijd heeft en eigenlijk. Wat volgens mij ook geen probleem moet zijn. Dus dan weten jullie dat ook. En verder hebben we geen... ja, de video is geen intro en outro van HNZ1. Deze dan wel, omdat ik hem nou zo afsluit bij het tankstation. Maar de rest van de video's die worden gewoon allemaal in 1 keer opgenomen. En kant en klaar. Etcetera, etcetera. Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en zin hebben in het vervolg van deze game. Hier zijn godverdomme geen sparkplugs en alles is leeggeroofd hier. Dat is echt kut. En tot de volgende part. Doei. Doei.